Voor het 8e achtereenvolgende jaar organiseert de NCRV Kerkenpad. De nieuwe kerkenpadtocht die vanavond wordt voorgesteld gaat door Oost-Groningen, het gebied waar zich de gasbel bevindt die Nederland sinds 1962 van aardgas voorziet. Welkom op ons kerkenpad van deze week, dat u vindt in Groningen. Tussen de stadjes of dorpjes Zuidbroek, Noordbroek, Siddeburen, Helm en Schildwolde. Een heel interessant gebied waar altijd veel te doen is geweest. Een gebied dat verschillende namen kent. Duurswold, Oldambt, Ommelanden. Een gebied dat ook een leuke, interessante geschiedenis heeft gehad. Politieke geschiedenis. De 80-jarige oorlog en ver daarvoor, toen Karel de Grote dit toch zo belangrijk vond dat hij er Liutger heen stuurde om de mensen hier tot het christendom te bekeren. In de Franse tijd is het interessant geweest. Voor de kerkgeschiedenis is het belangrijk geweest, als we alleen maar even denken aan de afscheiding in het midden van de vorige eeuw. De plaatsjes en de kerkjes daarvan hebben allemaal zo hun eigen geschiedenis. En gaandeweg door dit kerkenpad zullen we u het een en ander vertellen. Nou wordt een kerk natuurlijk vaak gekenmerkt door een toren. Zoek de kerk, dan zoek je de toren. En dat kan hier ook. En er liggen hier leuke verhalen over de kerktorens van ons kerkenpad van deze week. Alleen achter die torens van de kerken duiken ineens in de laatste jaren andere torens op. Met hele grote vlammen die het leven en vooral de donkere nachten van dit gebied gaan beheersen. En dat zijn de torens van de moderne tijd. De torens van het gas, waar wij industrieel en economisch zoveel aan te danken hebben. Hier kunt u ze zien. En daarom noemen we dit kerkenpad, in dit land van Slochteren, Kerk op Gas. De eerste kerk die we bezoeken vinden we in Zuidbroek. Het is een wereld van rijke landbouwgrond. De toren en de kerk werden gebouwd in 1270. De kerk heeft de vorm van een kruis en laat de overgang zien van de Romaanse naar de gotische bouwstijl. Dat zie je aan het hoger worden van de kerken en aan de vensters met hun spitse bogen. En heel hoog vinden we fraai versierde nissen en spaarvelden. Van binnen doet de kerk voornaam aan, met herenbanken en een mooi gesneden preekstoel uit 1736. En dan is er het prachtige Schnitker-orgel, gebouwd in 1793. In Zuidbroek, daar staat de toren los van de kerk. Eventueel heeft een kerk helemaal geen toren nodig. Je vraagt je af, waarom hebben de christenen aan hun kerken torens gebouwd? Nou, dat zal wel geweest zijn omdat ze dat erg mooi vonden. Er zijn torens of kerken genoeg waar wel 7 of 8 of 9 torens aangebouwd zijn. Maar meestal zal het er wel voor geweest zijn dat er klokken in hingen, zodat men dat klokgelui dat de christenen naar de kerkdienst riep, ver weg kon horen. Maar zo'n toren bouwen is natuurlijk ook een kostbare aangelegenheid. En het was duidelijk dat wanneer er nou meer doeleinden voor gebruikt konden worden, dat men dat dan ook deed. En zo is een toren een uitzichtspunt of een vuurtoren geworden. Maar hier in Zuidbroek is er weer iets heel speciaals mee gebeurd. Deze toren heeft, omdat hij hoog zou worden, aan de benedenzijde ontzaggelijk dikke muren. En er zijn ook allerlei kleine raampjes. Dus wat heeft men ervan gemaakt? Men heeft er een gevangenis van gemaakt. Met
Met deuren, met een etelsluikje erin, complete uitrusting. Met tralies voor de ramen. Je zult hier maar gezeten hebben. In de 19e eeuw was Noordbroek, waar we nu zijn, een van de rijkste gemeenten in het Oldambt. En als de landbouw bloeit, worden de boerderijen groter en fraaier. De toren en de kerk van Noordbroek werden gebouwd in het begin van de 14e eeuw. In die eeuw was er nog niet zoveel welvaart, maar toch vonden de bouwers dat het een kerk met allure moest worden. De kerk doet denken aan die van Zuidbroek. Maar hier in Noordbroek wint de gotiek het. En van lieverlee ga je steeds meer naar boven kijken. Zo rond 1970 werd de kerk grondig gerestaureerd, van binnen en van buiten. Het meeste meubilair dateert van na de reformatie. Het Hinsch-orgel uit de 18e eeuw is het pronkstuk. Bij de laatste restauratie van de kerk in Noordbroek zijn dermate prachtige fresco's tevoorschijn gekomen dat we natuurlijk daar niet zomaar aan voorbij kunnen gaan. In de tijd dat die fresco's gemaakt werden, werden er ook zogenaamde blokboeken gemaakt. Mensen konden niet altijd lezen, bovendien was de boekdrukkunst nog niet uitgevonden of nog niet zo verfijnd dat boeken goedkoop konden worden verkocht. De mensen kochten dan, als ze dat wilden, plaatjesboeken. Dat waren plaatjes uit een blok hout gesneden en dat werd dan in één keer afgedrukt. Die plaatjes die stelden voor aan de rechterkant een voorstelling uit het Oude Testament en aan de linkerkant een voorstelling van het Nieuwe Testament. Volgens een beproefd schema, het Oude Testament is de belofte van het heil en in het Nieuwe Testament vinden we de vervulling. En zo was er een hele reeks van dubbelprenten ontwikkeld, die we dan in veel kerken ook weer terugvinden. Dus als je als het ware dat boek zo omhoog houdt, dan loop je onder een dak waar ook je aan de ene kant het Oude Testament ziet en waar je dan ook aan de andere kant het Nieuwe Testament ziet in een van zijn voorstellingen. Als je hier onder de toren achterin, onder het orgel, de kerk binnenkomt in Noordbroek, dan zie je onmiddellijk boven je aan de linkerkant afgebeeld de zondeval. Adam en Eva en de slang en de appelboom. Toen is de ongerechtigheid ontstaan of de gerechtigheid verloren. Aan de rechterzijde daarvan zie je een afbeelding van Jezus die door Johannes de Doper gedoopt wordt in de Jordaan. Want, zegt Jezus, het past ons alle gerechtigheid te vervullen. De kerk wordt op die manier een plaatjesbijbel voor de leken. En zo wordt zo'n kerk helemaal letterlijk volgeschilderd. Niet alleen volgens het systeem Oude Testament, Nieuwe Testament, maar ook met heiligen. Zeer populaire meestal.
En een van de allerpopulairste heiligen is vaak Christophorus, de man die Christus droeg. En dat verhaal, dat is zo interessant dat dat eigenlijk een aparte vertelling verdient. Hij was een reus en hij had ontzettend veel kracht en hij wilde zijn krachten beproeven. En hij zocht een heer, een koning die hij dienen kon. En hij zocht zijn leven lang en hij vond een koning. En hij diende hem en hij was in zijn kasteel en deed alle zware en gevaarlijke werkjes voor die koning. Maar op een dag klonk er geluid op de zolder, een gerommel, en de koning zei: Ik ben bang. Waarom? Zei Christophorus. Omdat het wel eens de duivel zou kunnen zijn. Dan is de duivel een grotere koning, een grotere heer dan jij. Dan ga ik op weg en dan wil ik alleen nog de duivel dienen. En zo ging onze reus op zoek naar de duivel die een grotere heer was. En hij vond hem. En de duivel zei: Jij bent mijn man. Ik ben jouw man, zei de reus. En hij diende de duivel. En zo kwam hij in het gevolg van de duivel. En hij deed het smerige, zware werk van de duivel. En op een dag trok de stoet van de duivel langs het land weg. En er was een kapelletje met een kruisbeeld. En de duivel sprong op van angst en liep het weiland in en ging met een grote boog om dat kruiskapelletje heen. En de reus zei: Duivel, wat doe je nou? Ik ben bang, zei de duivel. Waarvoor, zei de reus? Voor die Christus daar. Dan is die Christus groter dan jij, zei de reus. Dat is ook zo, zei de duivel. Dan ben jij mijn heer niet meer, zei de reus. En ik ga Christus zoeken. En hij ging wonen aan een zware, kolkende, woedende rivier. En daar ging hij mensen overzetten. Mensen die naar de andere zijde wilden. En hij droeg ze op zijn brede, sterke schouders. En hij vroeg aan alle mensen: Hebben jullie Christus gezien? Want die wil ik dienen. Dat is de grootste van alle koningen. Maar de mensen zeiden: Wij kennen Christus niet. En ze wisten: Die reus, die zet je altijd over. Dat is zo'n goeier. En op een nacht toen het vreselijk stormde en erg koud was en zeer donker, toen werd er aan zijn huizen geklopt. En hij stond op van zijn bed, onze reus. En hij vond aan de deur een klein jongetje. En dat jongetje zei: Ik wil naar de overkant. Jij, midden in de nacht? Nou goed dan. En de reus zwaaide het jongetje op zijn schouder en hij stapte de rivier in om die door te waden. Maar middenin werd het kind steeds zwaarder en de reus kon op de duur geen stap meer verzetten. En hij dacht te verdrinken. Jij bent zo zwaar als de lasten van de hele wereld, riep de reus. En toen hij na veel moeite de overkant bereikte, toen zei de reus tegen het jongetje: Wie ben jij? Ik ben Christus, zei het kind. Wie mij draagt, draagt het verdriet van de hele wereld. En vanaf die dag is de reus daar blijven wonen. En als hij de mensen overzette, dan vertelde hij van het kind Christus dat hij gedragen had. En daarom is zijn naam Christophorus. En alle mensen die in gevaren moeten zijn, omdat ze reizen naar verre landen of door diepe rivieren of hoge zeeën, die volgen het voorbeeld van Christophorus. Als we iets verder naar het noorden trekken, bereiken we Siddeburen. Zwerfkeien, tufsteen, baksteen, dat alles diende als bouwmateriaal voor de kerk. Zwerfkeien genoeg in deze streken. Het schip van de kerk werd van tufsteen gebouwd. Zo omstreeks 1200 bouwde men in deze typisch romano-gotische stijl. Maar koor en apsis kwamen een eeuw later gereed. Aan tufsteen en ander materiaal dat hier gebruikt is voor de bouw van de kerk, heeft men kunnen concluderen dat in de 12e eeuw die kerk hier al stond. Dat wil dus zeggen dat ongetwijfeld, net zoals in de kerk in Noordbroek, deze kerk gevuld is geweest met allerlei afbeeldingen, beelden, fresco's en wat niet al. Als je nu om je heen kijkt, dan zie je daar niets van terug.
allerlei nisjes waar beelden in gestaan moeten hebben, maar we weten niet waar, wat, wie. En een hele bekende cultuurhistoricus in Nederland heeft eens de bittere woorden neergeschreven over onze kerken. Het zijn wel onderhouden ruïnes met het uiterlijk van hospitalen. Nou, dat is een bikkelharde uitspraak over onze duur gerestaureerde kerkgebouwen. Maar daarmee hebben we natuurlijk wel aangeduid wat er allemaal met de beeldenstorm gebeurd is. Die beeldenstorm is begonnen in 1566, kwam vanuit Henegouwen naar het noorden toe via België, Zeeland, zo'n beetje naar Holland en Utrecht. Maar ook in de middeleeuwen waren er al vaak groepen van hongerige boeren die kloosters aanvielen en plat brandden of plunderden of zoiets dergelijks. Dus het verschijnsel was niet nieuw. De eerste golf in 1566 werd gedempt. In 1572, na het veroveren van de Den Briel, kwam er weer een nieuwe golf. En in 1579 is ook hier in Groningen een beeldenstorm geweest. Nu waren daar natuurlijk wel vaak jongens bij die van een partijtje vechten niet vies waren. Er waren echte herrieschoppers bij. Soms was het ook pure provocatie tegen de Spanjaarden. Maar een man als Valerius, met zijn gedenkklank in onze Nederlandse geschiedenis toch niet de kleinste, was fel gekant tegen dit barbaarse geweld in de kerken. En als het over altaren ging, bijvoorbeeld, die vaak van een gilde waren en zeer kostbaar, dan vonden de gildemeesters dat helemaal niet zo leuk dat het kapot gemaakt werd. Dus er waren nogal wat bezwaren. In deze kerk bijvoorbeeld werd in 1618 nog een klacht naar de synode gestuurd dat er hier nog een altaar stond. En toen schreef de synode dat die afgoderij uit de kerk in Siddeburen moest worden verwijderd. Daar hebben ze helemaal geen haast mee gemaakt. Dat duurde tot 1626 voordat dat altaar pas wegging. Daarbij komt dan nog dat witkalken. Nou, dat witkalken is toch iets anders dan de beeldenstorm, want met een paar jongens verf je zomaar niet een kerk wit. Dat is een geweldig schilderswerk, daar moeten stijgers voor de kerk in. Daar moet geld voor worden gefoteerd en vrijgemaakt. Daar waren commissies om te besluiten dat het gebeuren zou. En daar zat dus een programma achter. En dat is dus het punt. Want de reformatie zei, het is allemaal mooi en aardig met die Bijbel voor de armen of Bijbel voor de leken. Maar de kerk heeft Gods woord niet. De kerk moet Gods woord uitleggen. En al die plaatjes in de kerk en in de boeken, die fixeren. Die leggen iets vast wat niet moet, want het moet de levende stem van het evangelie blijven. En ik kan nu dan ook tenslotte voorlezen wat in de Heidelbergse catechismus staat. Eerst een vraag, vraag 98 voor de kenners. Maar zou men de beelden in de kerken als boeken der leken niet mogen houden? Dat is een onschuldige vraag, kan toch geen kwaad? Antwoord, nee, want wij moeten niet wijzer zijn dan God. Die zijn christenen niet door stomme beelden, maar door de levende verkondiging van zijn woord wil onderwezen hebben. Het gaat om de Viva Vox Evangelii, de levende stem van het woord. Vandaar hier zo'n Hollandse renaissance kansel als enig stukje pracht of praal, maar geen enkele notie van een afbeelding erop, maar wel met een open Bijbel. Hier kan alleen maar het woord Gods verstaan worden als het wordt gesproken. Te zien is het niet. En dan komen we in Hellum. De torenspits van de kerk is veel jonger dan de kerk zelf. Die spits werd er pas in de 19e eeuw opgezet. En ook hier zwerfkeien aan de basis van de muren. Het schip van de kerk is uit 1150 en het koor is ongeveer 100 jaar later gebouwd. In het koor staat een sarcofaag,
rechtopgezet en het doopvont eraan vastgemaakt, als een illustratie van Paulus' woorden over de doop. Heel bijzonder zijn de rouwborden in deze kerk. Het zijn de oudste in de provincie Groningen. De laatste kerk van onze route vinden we in Schildwolde. Ook hier staat de toren los van de kerk en hij is 700 jaar oud. Het zaalkerkje ernaast is jonger, uit de reformatietijd. In de kerk wordt u herinnerd aan rijke families die er hun eigen banken hadden. Twee herenbanken zijn ongeveer 300 jaar oud. Zoals hier in Schildwolde de toren los staat van de kerk, staat ook een bepaald gebruik van de toren los van het kerkelijk gebruik. Het is zo dat in vroeger tijden, en waarschijnlijk heden ten dagen nog wel, het volksgeloof bang is voor boze geesten. Hoe jaag je boze geesten weg? Dat doe je met veel lawaai te maken. En in de oudejaarsnacht wordt er van ouds altijd veel lawaai gemaakt. Niet alleen met rotjes en vuurwerk, maar ook met kerkklokken. Toen de kerk met de kerkklokken kwam, toen konden allerlei mensen voor dat lawaai maken die kerkklokken goed gebruiken. En hier wordt in de oudejaarsnacht van 8:00 tot 8:00 achter elkaar klokgeluid. Volgens een ijzeren discipline, men lost elkaar af en om de kelen gesmeerd te houden, haalt men bij de buren in de buurt het zogenaamde kloksmeer. Het kerkje staat wat kleintjes naast de reizige toren, die ruim 46 meter hoog is. Maar de toren is ook nog heel bijzonder. De spits is namelijk niet met leien of dakpannen bedekt, maar tot aan het topje gemetseld. Ze heten die torens jufferstorens. Er is een klein verhaaltje bij. Er waren ooit drie rijke zusjes en die wilden zich bekeren van hun losbandig leven. En ze besloten ieder een kant uit te lopen en als ze niet verder konden, dan zouden ze daar een toren bouwen. Nou, de ene kwam hier in Schildwolde, de andere in Onstwedde en nog eentje in Holwierda. Maar die toren is in de vorige eeuw afgebroken. Dat was het, ons kerkenpad. U zag allemaal torens, kerktorens, maar ook gastorens. En die gastorens die brandden wel. En je mag hopen dat het Pinkstervuur bij die kerktorens net zo vurig brandt als bij die andere torens. Ik wens u een goed kerkenpad.
De kerken die u zojuist heeft gezien staan op 14 en 21 juli van 10 tot 5 uur voor u open. Voor treinreizigers is het startpunt van deze tocht het station Zuidbroek. Extra kerkenpadbussen van de GADO verzorgen dan het aansluitend vervoer. Op vertoon van uw enkele reiskaartje kunt u een gratis retourcoupon afhalen in de kerk van Zuidbroek. Op 14 juli staat hier ook de witte fietsenauto van de ANWB. Op 21 juli kunt u in Winschoten fietsen huren. Al deze informatie vindt u ook in onze handige, fraai uitgevoerde kerkenpadgids, die u op de route kunt kopen voor 8,50 gulden. Wilt u deze gids echter thuisgestuurd krijgen, dan dient u 12,50 gulden over te maken op girorekening 125 3000 dus, ten name van NCRV-uitgaven in Hilversum. Bij die kerkenpadgids zit dit jaar ook een extra boekje met alle informatie over het openbaar vervoer ten behoeve van de af te leggen kerkenpadroutes. Aanstaande zaterdag is het ook nog mogelijk om de kerken en kloosters in Oosterhout te bezoeken. Treinreizigers reizen dan naar Breda. Van hieruit verzorgt de BBA een busverbinding naar Oosterhout, bussen 126 en 127. In de Nederlands Hervormde Kerk van Oosterhout kunt u dan weer op vertoon van uw enkele reisbiljet uw gratis retourcoupon verkrijgen. In de serie 13 stemmen over Prediker, waarin deze zomer 13 dominees van verschillende kerkgenootschappen spreken over dit Bijbelboek, hoort u vanavond dominee Terlinden uit Amsterdam.